Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Annemie Tormans. Soumaya. El Alashi. Goed. Hallo, aangenaam. Aangenaam, ja. Ik heb je nog nooit gezien. Ik ook nog nooit. Nee, nee, nee. Waar werk jij? Het Stedelijk Museum Waterbaan in Deurne. Oké, ja. En waar werk jij? Ik werk op de patrimoniumdienst. Ah, ja. Wij werken nu dus rond innovatie en duurzaamheid. En er zijn zoveel dingen die op ons afkomen, dat mijn werk eigenlijk heel, heel boeiend maakt. Ja, dat leeft gewoon weer in de maatschappij, de dag van vandaag. Ja. Iedereen ligt daar wakker van. Ja. Of toch heel veel mensen liggen daar wakker van. Ja. Ik zie dat ook wel bij onze leerlingen. Die zijn daar ook wel bewuster mee aan het omgaan. Ik ben leerkracht geschiedenis. Oh, dus ik geef geen biologie of natuurwetenschappen, waarbij die thema's toch meer aan bod komen. Maar ik geef dit nu al 14 jaar. En 3 jaar geleden had ik toch ook wat meer uitdaging nodig. Ja. En heb ik toch de stap gezet. Er was een vacature open komen te staan bij ons op school van coördinator van de algemene organisatie. Ja. En dat doe ik nu ook. En daarnaast geef ik ook nog wel les. Ik geef daar de eerste graad geschiedenis. De eerste graad. Mijn 2 kinderen waren ook heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. En nu nog steeds eigenlijk. Ik trouwens ook. Ik lees ook voortdurend boeken over geschiedenis. En ja, dat is tof. Ja, en vooral Belgische geschiedenis. Maar is dit nu de job waar je op pensioen kunt meegaan? Of zeg je van... Wat datgene wat ik nu doe? Ja. Natuurlijk. Ja. Ik wil niks anders doen dan datgene wat ik nu doe. Geweldig. Ik heb echt... Je bent echt gepassioneerd in hetgeen dat je nu doet. Absoluut. Ja, er komt er nu niet direct mee in contact met iemand. Nee. Ik heb heel weinig contact met directies. Ja. En ik vind dat soms ook wel een probleem, omdat ik er echt heel ver vanaf sta. Als we denken aan de professionele ruimte van een leerkracht, van het leerkrachtenteam, mm-hmm. ja, daar zorgen jullie ook voor een groot stuk voor. Het gaat niet alleen over het bouwkundige, maar het gaat dus ook vooral lucht, groen. Hè? Absoluut. Misschien komen we elkaar nog wel tegen. Misschien wel, hopelijk. Elk via mail kan ook. Hè? Ja, tuurlijk. Oké, goed. Dankjewel. Ja. Gedaan. Lucas.